Hallo jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's en iedereen die op dit moment naar de televisie kijkt. Welkom bij deze speciale uitzending van RTV Dordrecht. En ja, dit is toch de dag waar we op allemaal hebben gewacht. De dag dat het Sinterklaasfeest pas echt goed gaat beginnen. De allermooiste dag van het jaar, want dat is het gewoon hè, in alle opzichten. Vandaag komt Sinterklaas aan, hier in Dordrecht, met al zijn pietenbazen en hopelijk heel veel cadeautjes. De haven stroomt al vol met kinderen. En overal klinken Sinterklaasliedjes. Kortom, Dordrecht is helemaal klaar voor de intocht van Sinterklaas. En dit jaar, jongens en meisjes, is weer Niels erbij. Jazeker. En Niels die zei tegen mij vannacht, ik ga vast naar de stoomboot toe. En dat is natuurlijk hartstikke spannend, want hoe doet hij het toch allemaal? Dus daarom lijkt het me een goed idee om nu contact te zoeken met Niels. En om te vragen, hey Niels, ben jij al op de boot? Hoi Anton, klopt, ik ben op de boot. Het is nog een beetje koud, maar dat maakt helemaal niet uit voor het feest. Het feest is hier al helemaal begonnen. Ik heb er zin in, de pieten hebben er zin in. Oftewel, de sfeer is helemaal fantastisch. Hoe is de sfeer op de kade bij jou? De sfeer op de kade? Nou Niels, dat is een hele goede vraag. Dan ga ik het even vragen aan de kinderen. Zwarte Piet, Zwarte Piet, geef mij een high five. Hoe? Ja. Wat? Hi. Te gek. Hey, luister Piet, ben jij er helemaal klaar voor? Ja? Heb jij een beetje kunnen slapen vannacht? Toch wel een beetje? Ben je niet een beetje zenuwachtig? Heb je er heel veel zin in? Ja. Wat zou jij het liefste willen hebben van Sinterklaas? LOL. Wat? LOL. LOL? Lol. Lol. Jij wil alleen maar lol hebben? Ja. Hey, en zullen wij samen eens een klein liedje zingen voor de kinderen hier? Dat wil je niet. Jij kan niet zo goed zingen. Je zingt vals. Nee, maar ik wil niet zingen. Nee, je wil niet zingen. Je ik wil alleen maar high five geven. Je wil ze alleen maar high five geven. Jij bent ja, hulp, en Piet. En pepernoot geven. En pepernoot. Wat zit er in je zakje dan? Kan ik even kijken? Pepernoot, oh, laat hem eens zien dan. Laat eens zien. Hé, hey, cameraman. Kom je nou echt op tv? Ja. Echt op tv? Ik wil hier weg. Oké, dan dag. Sinterklaas, mag ik u wat vragen? Ja. Wie komt er vandaag eigenlijk naar Dordrecht toe? Sinterklaas. Echt waar? Oh, dus daarom staan we hier. Oké. Hey, en nou, jij ziet er op je Klaas best uit, hè? Dat zie ik meteen. Heel gezellig. Wat zou jij het liefst aan Sinterklaas willen vragen? Als ik op de foto mag. De foto mag met Sinterklaas. En gaat dat lukken, denk je? Denk het niet. Denk het niet? Waarom niet? Dat weet ik niet. Zal ik eens proberen straks aan Sinterklaas te vragen of hij met jou op de foto gaat? Want ik ken hem namelijk heel goed. Hey, en heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Ja. Ja? Niet heel erg zenuwachtig? Nee? Oké. Okay. Hey, en wat zou jij met mij een liedje willen zingen? Zullen wij samen Sinterklaas Kapoentje zingen? Ken je dat? Dan doen we het in de camera. En dan tel ik af tot drie. En dan gaan wij Sinterklaas Kapoentje zingen. Ja? 1, 2, 3. Sinterklaas Kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Heel goed. Nou, ik ga ervoor zorgen dat Sinterklaas met jou op de foto gaat. Hand erop. Geregeld. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Dan verzeker allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons staan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn geen tante. Niels, ik heb één vraag aan jou. Is Sinterklaas er wel helemaal klaar voor? Of Sinterklaas er voor klaar voor is? Ik ga even voor je kijken, Ad. Sinterklaas staat volgens mij voor aan de boot. Ik loop voor aan de boot. Zie ik je zo terug. Oké, okay, is goed. We
hebben gevonden, Sinterklaas stond inderdaad voor aan de boot. Sinterklaas. Dag Niels. Ik zie allemaal pieten, heel veel pieten, ontelbaar pieten. Ik heb er weer een dotje meegenomen. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Kijk eens even wat een prachtig weer het op het moment in Nederland is. Het zonnetje komt zelfs door, Niels. Het wordt bijna warm. Ja, het wordt bijna warm. Ja, maar we zijn er goed op gekleed ook, Piet. Absoluut, Sinterklaas. Ja, ja zeker. Absoluut. Ja, ja. Nee, het gaat allemaal op rolletjes. Zeker. En hoe bereiden jullie zich voor? Hoe we ons voorbereiden? Nou, de hele tocht naar Nederland hebben we druk natuurlijk nog met het allemaal inpakken van pakjes en het poetsen van de staf. Mijn schoenen moeten gepoetst worden en mijn baard moet natuurlijk in de krul. Ja, dus uw baard ziet er weer prachtig uit, Sinterklaas. Mooi. Ja, dankjewel. Ja, we hebben ons best gedaan. Sinterklaas, en in het kader van Doe Even Gezond, hebben we natuurlijk ook heel veel bewogen, hè, Sinterklaas? Ja, we hebben heel veel bewogen. We moeten natuurlijk, ja, het is een race tegen de klok altijd om alle schoentjes te vinden. En ja, we moeten gewoon fit zijn. En, We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ant, we zijn er bijna. We komen zo bij je terug. We zijn er bijna. Ant, we komen, hè? Hoi, Ant, tot zo, hè? We komen eraan. Hebben jullie er heel veel zin in vandaag? Ja! En als Sinterklaas zo meteen komt, zou je hem dan een hand willen geven of een kusje? Een hand en heel veel snoep krijgen. En heel veel pepernoten scoren? Ja. Hoeveel? Duizend miljoen 2100. Hey, en heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Nee. Een beetje. Nee? Was je zeker heel vroeg wakker? Ja, want het is een spannende dag, hè? Ben je blij dat Sinterklaas er weer komt? Ja. En wat vind je nou het allerleukste aan het Sinterklaasfeest? Dat je ook cadeautjes krijgt en snoep. Ja? En ga je nou ook heel, heel hard zingen voor Sinterklaas? Ja. En zou jij een liedje kunnen zingen voor mij? Ja. Sinterklaas kapoentje? Ja. Sinterklaasje bonnen, bonnen, bonnen? Ja. Zie de maan schijnt door de bomen? Nee. En nee? Oké. Okay. Ja. Nou, Sinterklaasje bonnen, bonnen. Sinterklaasje, bonnen, 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 gooi wat in mijn licht, licht onder, gooi wat in mijn laasje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje, dank u Sinterklaasje. Daar gaan we een high five op geven. Yes, nice, hartstikke goed. Pieter, hallo, hebben jullie een goede overzicht ervoor? Niet gezien vandaag. Oké, okay, ja, wel heel belangrijk. Kunnen jullie misschien niet even bij mij zoeken dan? Kom even. Hij zoekt de snuffel. Wij zijn op zoek naar de snuffel, Pieter. Snuffel, Pieter. Snuffel, Pieter. Snuffel, Pieter. Oh, Piet. Zijn dit de snuffel, Pieter? Waar? Dit? Ach, nou ja, zeg ik. Ik loop jullie al een half uur te zoeken, hè? Een half uur? Ja. Even een heel belangrijk moment in controle voor jullie, hè? Hebben jullie alles, maar dan ook alles, onder controle? Tuurlijk! Altijd. Zeg, luister eens even. Even een korte instructie van mij, hè? Hebben we vandaag voldoende bewogen? Ja, zeker. We hebben gestrekt. Ja. Dat is nummer 2. Even kijken hoor. Batterijen zijn opgeladen. Ja. Zo. Ik hoor een bevestigende antwoord van de zoomboot. De batterijen zijn opgeladen. Twee keer is altijd dubbel ja. Hè? Even checken. Altijd even checken in ieder geval. Zeg maar, even heel belangrijk jongens. Jullie gaan vandaag kijken en snuffelen of dat alle schoorstenen van Dordrecht op de route niet te veel roet uitstoten, hè? Ja. Dat noemen wij met een heel moeilijk woord emissie meten. En dus dat de kinderen niet te veel gaan hoesten, hè? Dat snappen jullie wel. Nee. Jullie snappen mij, hè? Ja. Dus jullie hebben alles onder controle vandaag. Emissie. Dus de batterijen opgeladen, gerecht gestrekt. Ja? Oké, okay, dan kan ik aan jullie overlaten. Oké, jij bent een goede hand. Ik heb een enorm gerust hart. Pieter, succes. Ik zie jullie aan het einde van de tocht weer, hè? Oké, ik ga weer gauw bij naar de Sinterklaas. Heel goed. Doei! Waar heb je het nou al over gehad? Snapte jij het? Ja. Schoorstenen en roet. Ja.
We bewegen ja. Maar. En wat was het nou? En we gaan op een eetmissie. Oh, op een eetmissie! Oh. Pepernoten, mandarijnen, zo gezond. Zei die toch? Gezond, nieuws. Een eetmissie. Pepermunt, alles. Oh. Pepernoten, mandarijnen. Goed. We gaan al die zakjes checken of er genoeg eten is. Geen probleem, eetmissie. Doen we! Meester, hallo. Welkom. Ja, en de kinderburgemeester. En de kinderburgemeester. Marije. Hallo, hoe is het? Goed, met u? En Marielle, ja, ik... Oh, daar is... Ja. Burgemeester, het zijn spannende tijden. Nou, zo is het. Ja, ik bedoel ook voor uw vrouw. Ja, maar en dat, voor u. Dat is waar. Ik ben blij dat ze erbij is. Ik ben ook blij dat Marije erbij is, de kinderburgemeester van Dordrecht. Want we gaan met z'n drieën gaan we straks Sinterklaas welkom heten. En dat is misschien wel het spannendste van vandaag. Ja, en even een belangrijke vraag. Heeft u alles goed voorbereid in uw wekelijkse we doen wel druk, maar er is helemaal niets aan de hand vergadering? Nou, de afgelopen dagen hebben we zelfs elke dag een we zijn wel druk, maar er is helemaal niks aan de hand vergadering gehad. Dus ze zijn uitstekend voorbereid. Er kan vrijwel niets misgaan. Oké, en het dakenplan, is dat nog bijgesteld voor het paard van Sinterklaas? Of, Ja, alleen het paard moet tegenwoordig natuurlijk wel rekening houden met steeds meer zonnepanelen. Want we zijn natuurlijk een CO2-neutrale gemeente aan het worden. Dus dat is wel iets waar het goede paard ook rekening mee moet houden. Maar ook daar is op gelet. En burgemeester, zou Sinterklaas weten dat er binnenkort bij u een derde schoentje in huis staat? Nou, ik denk dat Sinterklaas dat wel weet, want die weet eigenlijk alles. Ja. Die heeft een heel groot boek. Ja. En Marije, is dit nou de eerste keer dat jij Sinterklaas binnenhaalt? Ja, dit is voor mij wel de eerste keer. En heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Nou, een heel klein beetje, maar want ik was super zenuwachtig voor vandaag. Het is natuurlijk een super bijzondere dag. Er staan zoveel mensen om je heen en dan mag ik hier staan en Sinterklaas verwelkomen. En wat zou jij nou aan Sinterklaas willen vragen als hij hier komt? Hoe de reis is geweest, want hij heeft natuurlijk super ver gevaren. En dan vraag ik me wel af hoe dat was. Eigenlijk heeft Sinterklaas ook een fantastisch vak. Ja, zeker wel, ja. Zou je niet met hem willen ruilen? Nou, ik ben een beetje zeeziek, dus dat is een beetje anders. Maar het zou wel leuk zijn voor één keer. Oké. Nou, burgemeester en kleine burgemeester, we gaan er een fantastische Sinterklaastijd van maken. Het is droog, Sinterklaas komt binnen, het hele gevolg is erbij, alle pieten zijn meegekomen. Ik heb zelfs gehoord dat er CO2-neutrale emissiepieten bij zijn. CO2, dat weten de kinderen toch niet? Nee, maar ja, die moeten er natuurlijk wel jong rekening mee houden. En ook de kinderburgemeester maakt zich druk voor een schoner milieu. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Ja, en het wordt gewoon één groot feest tot aan 5 december, zou ik zo zeggen. Oké, burgemeester. We gaan er vandaag van genieten. Zeker. Heel goed. We waren er altijd bij de rest. Hè? Jij bent Piet, hè? Nee. Nee, weet je dat? Ja. Oh, ik zie zoveel gebeuren hier. En de burgemeester is er natuurlijk. En de kinderburgemeester is er. Ik zie de band al komen. Er komt muziek. En jullie gaan daar ook vol zingen. Dat weet ik zeker. Zo, hey. Hoi, gaat het goed? Nog Sinterklaas, of ben jij Sinterklaas niet? Een soort van. Ja, want hoe is jouw naam? Stijn. Stijn. En Stijn, heb jij er een beetje zin in vandaag? Ja. Vind je het spannend dat Sinterklaas komt? Een beetje. Ja? En heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Nee. Nee? Je was zeker heel erg vroeg wakker. Ja. Wat zou jij nou het allerliefste van Sinterklaas willen krijgen? Weet ik niet. Ga je nog even over nadenken? Ja. Zou jij van Sinterklaas straks een handje willen krijgen? Ja. Ja? En wat vind jij nou het allerleukste aan het Sinterklaasfeest? Alles. Alles? Of misschien toch stiekem een beetje de cadeautjes? Weet ik niet precies. Nee? En als jij nou naar de kinderen zou willen zwaaien, hè? Stel jij bent Sinterklaas. Hoe ga je dan zwaaien naar de kinderen? Zullen we dat samen doen? Hoe ga je dat doen? Ga je dan zeggen dag of ga je dan wuiven? Hoe doe je dat als Sinterklaas? Weet ik niet. Nee? Zullen we het eens proberen samen? Nee. Nee? Oké, nou ik wens jou een hele fijne dag. Ja. En misschien ga ik vanavond wel mijn schoen bij jou zetten. Doe jij er dan wat in? Nee. Oké, nou bedankt dan. Nou, fijne dag hè Stijn. Fijne dag.
elkaar zo, hè? Weet je, heb jij wel eens geprobeerd om al die kinderen te tellen in de haven? Nou, ik ben bij 3.4 miljoen ben ik gestopt, want toen kwam de vijfde erbij, de dag erna wist ik het niet meer. Dat vind ik wel knap, want vorig jaar kon je nog maar tot 3 tellen. Ja, nu doe je al 3 minuten. Ben jij stiekem een aantal cursus op de fietsschool gaan doen? Ja. Oh, dat vind ik knap voor jou, man. Bij Pietronella. Ja? Ja, dat ging heel goed. Oh, gaaf. Ja. Hey, rechts zo die gaten. Rechts zo die gaten, richting daar linksaf bij Hoevelaken rechtsaf. Hallo, ik ben Ad. Hoe heet jij? Julia. En Julia, jij bent roetveegpiet. Toch? Of niet? Wie ben je? Roetveegpiet, toch? Hé, luister, ik heb een vraag aan je. Stel nou dat je 2 voornamen hebt. Je heet Jan Willem. Zou je dan ook 2 chocoladeletters in je schoen krijgen? Ik weet het niet. Dat weet je niet. Hey, en wil je daar heel veel pepernoten gaan scoren? Ja. Ja. En zou je het Sinterklaas ook een handje willen geven? Wat zou je aan Sinterklaas willen vragen? Weet ik niet. Nee? Maar je hebt wel een speciale... We moeten toch wel iets doen voor je neefje, want die is ziek. Dus we moeten straks bellen, hè? Oh, ga je bellen? En waarvoor? Want Sven is nu ziek, hè, Julia? Die zou meelopen. Oh, en die kan er niet bij zijn. Die kan er niet bij zijn, hè? Dus wij gaan bellen als Sinterklaas er is. Wil je misschien even in de camera zeggen, nou, beterschap tegen Sven? Oké. Ga je zeggen dan? Ik zou gewoon een dikke kus geven. Piet, zijn we nog safe? Ja, we zijn nog safe. Okay. We zijn nog safe. Zit er geen boterham in? Nee. Helaas niet. Oh, oké. Okay. Niet goed voor onze eetmissie. Nee, jammer. Jammer voor de eetmissie. Ja. Niks te eten. Jammer weer. Misschien dadelijk aan de kant. Ja, jongens en meisjes, Sinterklaas is nog in velden of wegen te zien, laat staan op het water. Maar als ik aan de reacties van de kinderen zie, nou, dan kan het niet lang meer duren voordat hij komt. Daar vandaan moet Sinterklaas gaan komen. Jongens en meisjes, ja, het is zover. Sinterklaas, kijk eens, daar staat hij op de boot. Ja, nou, mijn hart gaat sneller kloppen, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ga zwaaien. Dag, Sinterklaas. Dag. Geweldig. Ja. Zo. Piet, er staan echt duizenden kinderen aan de kant. Heb je al kinderen gezien die je kent? Ja, nou, ik zag net Jan en Mieke en ik zag Hoes Youssef en ik zag... Ja, er zijn zoveel kinderen. Hoeveel kinderen staan er vandaag, denkt u? Nou, we waren gestopt bij 3.5 miljoen. 3.5 miljoen kinderen? 5 kinderen. Ja, 6 was te veel. Ja, maar ik denk dat er donderdag wel een paar bij komen. Kijk, er lopen weer meer bij, maar je kan er niet meer bij houden. Hè? Het zijn zo ontzettend veel kinderen. En dan heb je de papa's en mama's, die zijn ook van kind weer groter geworden. Het is heel lastig om bij te houden hoeveel kinderen er zijn. Maar ik denk echt wel dat het daar misschien wat meer dan misschien wel 3 miljoen is. Dag Sinterklaas! Dag Piet! Thank you.
Nou. Dag Stefan. Dag Sinterklaas. Zo, dag Jong Jubal. Hallo. Dag Sinterklaas. Wat fijn dat u er weer bent. En? Och jee. Het welbekende kusje van Ad. Sinterklaas, bent u niet zeeziek geweest, vroeger bepaalde kinderen? Nee, ik ben deze keer niet zeeziek geweest. En dat komt omdat ik me ook een beetje voorbereid heb al. Ja, ik ben namelijk een paar keer naar het golfslagbad geweest in Spanje. Oké, heel goed. En burgemeester, twee dingen. De vrouw van de burgemeester is er toch bij. Dat is de grootste, dat is de grootste surprise van vandaag. Maar dan moet u maar even tussen mij en u houden. Hè? Maar daar gaan we nog iets leuks mee doen dadelijk op het Scheffersplein. Okay. Dat komt helemaal goed. En Sinterklaas, tot slot. Er zijn er een paar grote mensen. Die vinden u vreselijk ouderwets. Wat vindt u daarvan? Is dat zo? Nou ja, ik ben nou eenmaal ook oud. Dus ja, oud en wets. Ja goed, bij elkaar is dat ouderwets. Het is niet anders. Oké, en Sinterklaas, mag ik vanavond mijn schoen zetten? Natuurlijk mag jij je schoen zetten, Ad. Zeker na dat kusje. En ik ben super blij dat u er weer bent. Nou, en met Zwarte Piet erbij. Zeker. Komt helemaal goed. Dag, dankjewel, Ad. Die zien we jullie nog gauw, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben ook een klein beetje gehoord. Ik heb hier een oefen. Ja. Ga je nu naar Sinterklaas? Ga je van elkaar? Gezellig, dan zien we je daar. Sinterklaas. Ja. Hey. Oh. En muziek. Samantha, ik ga even Sinterklaas welkom heten. Vind je dat goed? Dat vind ik hartstikke goed. Fijn. Wat is ze enthousiast. Ja, ze is ongekend enthousiast. Maar dat zijn deze kinderen ook Sinterklaas. We hebben net even getest. Ja. Er zijn meer kinderen dan ooit. Er zijn ook meer boten dan ooit. Het viel op. Er zijn meer pieten dan ooit. Ik heb begrepen dat u een speciale boot hebt meegenomen, gevuld met pepernoten. Een miljoen kilo. Nou, hoe weet u dat allemaal? Ja, ik ben gewoon goed geïnformeerd. Dat vind ik altijd fijn. Goed voorbereid zijn. Ja. Maar Sinterklaas, hoe is het met u? Nou, met mij is het eigenlijk fantastisch. Ik vertelde het net al tegen Ad van RTV Dordrecht dat ik deze keer zelfs geen last heb gehad van zeeziekte. Wat fijn! Ja, wat fijn. En de Pieter ook niet? Nou, een heel klein beetje. Maar waar ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben, Sinterklaas, niet met hoe het met de burgemeester gaat, maar u weet welke kant ik op wil gaan, hè? Ik durf het bijna niet te vragen, maar is uw vrouw er ook bij? Nou, ze staat hier met de kookpiet. Dat meen je niet! Dag, lieve vrouw van de burgemeester, wat leuk dat u er bent. En mag ik even stiekem kijken? Maar Sinterklaas, dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar wat ook heel bijzonder is, we hebben dit jaar voor het eerst de kinderburgemeester van Dordrecht ook bij de intocht. Ja, die had ik al gezien. Ik stond op de boot. En ik dacht, staat Marije daar nu echt met een burgemeestersketting om? Ja. Hoe is het met Marije? Goed. En vind je het leuk, deze verantwoordelijke job? Ja, superleuk. Ja, hè? En heeft u daar een beetje steun aan Marije? Ik kan niet meer zonder. Nee, dat dacht ik wel. En ze heeft ook een speciale ambtsketen om met een schapenkop te doen. Ik vind hem prachtig. Ik ben natuurlijk wel in Dordrecht, Sinterklaas. Uiteraard. Duidelijk. Ja, duidelijk. Hè? Heel hartelijk welkom heten op Dordrechts grondgebied. Fijn dat u er dit jaar weer bent en dat u met zoveel mensen en Pieter bent gekomen. Ik denk dat het goed is als we straks snel een rondje gaan maken langs alle kinderen die hier al uren staan. Zullen we dat maar doen, burgemeester? Zullen we dat doen? Want daar kwamen we ook voor. Daar kwamen we ik vind u aardig. Ja. Ik vind Marije natuurlijk aardig. Maar de kinderen, nou, daar komen we voor. Daar komen we voor. Hey, heb je al beter nodig gescoord? Hallo! Prof Piet, mag ik even wat vragen? Nou is het zo dat er heel veel kinderschoenen die staan bij de schoenmaker. En krijgen deze kinderen dan wel wat in hun schoen? Jazeker, jazeker. Ze moeten gewoon een slof neerzetten. Een slof? Fantastisch. Ja toch, dan is het probleem opgelost. Wel een liedje zingen dan, hè? Wel een liedje zingen. Oké, ik ga het tegen de kinderen zeggen. Nou ja, ze hebben het allemaal gehoord natuurlijk nu, hè? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Hey, groetjes. Tot straks misschien. Sinterklaas, dit is Marjolein. Ja, en Marjolein wil heel graag met u op de foto. Ja, dat kan. Alle kinderen willen op de foto. Kan dat? Maar dat doen we heel snel dan. Heel snel. Zullen we dat doen, Ad? Ja. En anders moeten ze gewoon naar RTV Dordrecht kijken. Ja, precies. Marjolein, geef aan Sinterklaas maar een handje. Ja. Kom maar. Dankjewel, Marjolein. En wie maakt de foto? Die gaat de foto maken. Okay. U?
Ja, hij is gemaakt hoor. Oké. Okay. Heel goed, Han. Dankjewel voor de hulp, hè. Marjolein. Ja, dankjewel. Marjolein, wat vind je er nou van? Dan ben je op de foto geweest met Sinterklaas. Leuk. Leuk, hè? En heb je al heel veel pepernoten gekregen? Oké, okay, nou. Hey, super, hè? Volgens mij, hè? Volgens mij is Sinterklaas... Sinterklaas is achter het hek gekropen. Hallo Sinterklaas. Hoi. Bent u blij dat u er weer bent? Ja. Mag ik u een hand geven, Sinterklaas? En hoeveel pieten heeft u meegenomen, Sinterklaas? Weet ik niet. Kunt u ze niet meer tellen? Nee. Oké, gaat u snel alle kinderen snoep geven? Ja. Mag ik er ook eentje? Dank u wel, Sinterklaas. Alsjeblieft. Fijne dag. Ik heb denk ik het kleinste Pietje gevonden. Het jongste Pietje ooit. Hallo Piet. Hoe lang bent u er al? Best lang. En wat voor Piet ben jij? Een gewone Piet. Mag ik een high five van een gewone Piet? Veel plezier Piet. En we zorgen ervoor dat alles goed komt. Dat lijkt me een goed idee. Maar als ze dan wel een bekeuring al opzet, wat doen we dan? Ik denk dat ik dat wel met Niels. Hoe doe je dat toch elk jaar? Wat bedoel je, Ad? Nou ja, dat je op die boot komt van Sinterklaas. Ja, dat is het grote geheim die ik heb. Ik ben er jaloers op. Of wat? Op het geheim? Het geheim, ja, precies. Hey, ga Niels. Niet klappen. Het lijkt me een goed idee. Kijk, Sinterklaas is nu daar. Ja? Als jij Sinterklaas gaat volgen tijdens de intocht, hij gaat dadelijk op zijn paard. En dat we elkaar dan mee gaan ontmoeten op het Scherpsplein. Is goed, ik ga mee met het feest. Ik kan toch al niet meer stilstaan. Dan zien we elkaar op het Scherpsplein. Oké, doe dat. Is goed, zie je zo. Hoi Niels. Sinterklaas, gaat uw hart nu sneller kloppen nu u al die kinderen weer ziet? Nou, je wil niet weten hoe snel mijn hart klopt. Het gaat echt boemer de boemer de boem. En het lijkt bijna op trippel, trappel, 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 trippel, trap. Op het dak? Op het dak, ja. Heb ik er nog speciale vragen aan u? Ja, ik krijg zelfs dingen door voor de verlanglijstjes. Maar dat moeten kinderen ook vooral opschrijven en in hun schoen doen. Dan komt het allemaal goed. Hoi. Kunnen ze u ook appen? Ze kunnen tegenwoordig ook appen, ja, klopt. Het bekende telefoonnummer op de site staat het. En anders naar info@sinterklaas.nl. Alsjeblieft. Wil je ook een paar hebben dan? Oh, we hebben mooie katten. Wat is er, Piet? Ik ben helemaal leeg. Leeg? Wat bedoel je? Ja, ik ben gewoon groen leeg. Nog? Je hebt niks meer? Ik heb gewoon niks meer. Het is gewoon... Nee. Zijn er zoveel kinderen dan? Ja, ik denk het wel. En het is ook best wel een soort van pepernoot. Pepernoot. Ja, denk ik wel. Ja. Dus kan je ze nog ergens ophalen? Nou, ik ga ze gewoon kijken of de Peter. Bakken, Peter. Zo. Bakker, kan bakken. Pepernoot bakken, bakken. Ja, okay. Precies. Ja, dat ja. Ja, ik geef het uit. Succes dan. Succes. Ja? Hebben we Sinterklaas al gezien? Nee. Ja. Hij staat achter. Zie je? Ja.
Sinterklaas! Gaan we zijn. Kijk of je ons ziet. Waar is Sinterklaas? Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van alle beste Pieten die Sinterklaas maar heen. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Het is weer de hoogste tijd. We hebben nog een Sinterklaas. Hallo. Hallo Sinterklaas. Hallo. Ga je naar een andere Sinterklaas? Gaan we zo. Piet. Maak je ze nou gewoon ter plekke tijdens het lopen? Ja. Gewoon helemaal tijdens het lopen. Dan kan ik ze ook gelijk maken allemaal. Allemaal maken. Hoeveel kilo maak je nou op zo'n intocht? Misschien 10.000 op een zoiets. Oh, dus ik mag gewoon een paar pakken. Tuurlijk. Dankjewel Piet. Ja hoor. Mevrouw, heeft u Sinterklaas al gezien? Nee, nog niet. Oh, nou, ja. En bent u blij dat u er weer is? Ik ben blij, heel blij. Hoe lang bent u al bevriend met Sinterklaas? Oh, vanaf toen ik zelf klein was. En mag ik weten, hoe lang is dat ongeveer? Ik ben nu 67. Zo lang al? Ja. Misschien, zal u nog herkennen? Tuurlijk. Ga maar even zwaaien. Sinterklaas! Kijk, Sinterklaas. Doe maar zwaaien, lieverd. Jij ook maar zwaaien met Sinterklaas. Hallo! Heb jij nou de staf van Sinterklaas al afgepakt? Nee. Maar je hebt hem in je hand? Nee. Oh, is dat niet de echte staf? Nee. Oh, dat dacht ik eventjes. Hij lijkt er wel heel erg op, hè? Bij de winkel gekocht. Maar je hebt het gewoon gekocht. Oh, gelukkig maar. Het is wel de baas in huis. Even heel wat roepen. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Maar wacht eens even. Ik zie dubbel. Ik zie hier een Sinterklaas. En ik zie... Hoe kan dat nou? Oh, maar dan snap ik het. Jij bent Sinterklaas. Sina. Of niet? Ik ben Sinterklaas. Ik ben toch stiekem Sinterklaas? Ja. Dat betekent dat ik dus nu vanaf dit moment bij jou moet blijven staan. Hier heeft u de staf. Goed vasthouden Sinterklaas. U gaat het grote boek toch niet geven? Nee, die moet ik de hele dag, helaas moet ik die de hele dag dragen, soort van, zeg maar. Okay, hele zware functie. Maar Sinterklaas gaat nu verder. Blijft Sinterklaas nu staan? Nee, wacht even, nu zie ik toch in één keer weer een soort van dubbel, want nu zie ik... Dit gaat niet goed, Piet. Ik weet het niet meer, welke kant moet ik nu daarheen of moet ik nu daarheen? U gaat die kant op. Ja, maar Sinterklaas, legt u... Nee, ik weet het niet meer, bent u nu Sinterklaas of is daar nou Sinterklaas? Dat is toch de echte Sinterklaas. Rennen, Piet. Zal ik maar hard gaan rennen dan? Ja? High five, Sinterklaas. Dag, Sinterklaasje. Dag. Edward, Piet. Welkom te heten aan Robert. En namens hem
wil ik ook tegen u zeggen, hartelijk welkom in Doorn. Nou, wat leuk om te horen. Er staan echt duizenden mensen aan de kant. Ik ga op zoek naar Ad. Wij staan bijna bij het Scheffersplein. Dat is hier achter ons, maar het is echt super, super druk. Sinterklaasje komt eraan. Ik ga op zoek naar Ad. Nou, kinderen, hier achter mij is het feest al in volle gang. De sfeer zit er helemaal goed in. En kijk, Niels komt ook nu aangelopen. Hey Niels! Hey, hey man, fantastisch! Hey Niels, jij bent met de intocht mee geweest. Ja. Hoe was de sfeer onderweg? Ja, de sfeer was echt fantastisch. Er stonden echt duizenden kinderen, ouders, opa's, oma's. Sommigen hadden zelfs spandoeken voor Sinterklaas gemaakt. Het was echt een fantastisch feest. Het is weer een spannende dag voor jong en oud, hè? Ja, dus vooral de oudere mensen en natuurlijk of ze nog worden herkend. De jonge kinderen die Sinterklaas voor het eerst zien, ja, voor iedereen geweldig. Spannend. Het is ook het leukste feest van het jaar, op je eigen verjaardag na dan natuurlijk. Ja, nou ik vind stiekem Sinterklaas wel leuker. Jij vindt stiekem Sinterklaas? Ja. En vanavond heb ik gehoord, mogen we allemaal weer onze schoen zetten. Dus onder andere mag dat dan, wie mogen we allemaal een schoen zetten? Noah, Sophie, ja. Sammy. Ik zag Ahmed, Hitte, die mag ook. Tijmen, Sophie, Ahmed. Ja. Iedereen, hè? Ja. Ja, maar niet iedereen zal er vanavond gelijk wat in krijgen. Nee, de Piet hebben dat veel te druk. Dus dat weet ik. Of het vanavond lukt, weet ik niet. Maar ze mogen wel zetten. Oké, okay. Niels, het wordt weer een hele mooie Sinterklaastijd. Tot het einde van 5 december dan eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Ik heb er zin in. Het feest is begonnen. Oké, okay. En dan sluiten we af zoals gewoonlijk met het weerbericht. Het wordt vannacht een heldere nacht. Dus dan kunnen de Pieten de schoorsteen goed zien. We gaan zwaaien.